Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van René's Reptielen. Ik heb mijn voedseldierenbestelling heb ik hier staan. Die gaan we zo samen openmaken. En dan ga ik jullie alles uitleggen hoe ik mijn voedseldieren in leven hou. Dus blijf zeker kijken. Speciaal voor jullie heb ik natuurlijk allerlei voedseldieren besteld. Dus we gaan eens even kijken hoe alles binnen is gekomen. In de herfst en winter hebben veel mensen last van griepachtige verschijnselen. Bruh. Nou, hier hebben we het. Ik heb een aantal bakjes meelwormen. Best wel veel eigenlijk. Meelwormpjes. Wasmotlarven. Steppenkrekels. Dit zijn dola's. Larven van de rozenkevers. Dit is een bakje springstaartjes. Een bakje met huiskrekels. Nog een bakje met huiskrekels. En nog een bakje met huiskrekels. Ik kan me niet herinneren dat ik die heb aangeklikt, maar dat zal dan vast. Een bak springkanen. En nog een bak met springkanen. Dus genoeg voedseldieren en nu ga ik ze zo gereed maken, zodat ze gewoon in leven blijven. En niet alleen in leven blijven, maar ook nog gezond zijn om te voeren. Goed, ik heb hier nu allerlei spullen staan. Ik heb al een stukje opgenomen, maar toen kwam ik erachter dat mijn camera niet goed stond. Dus ja, het was allemaal niet goed in beeld. Maar wat ik inmiddels heb gedaan, is ik heb ervoor gezorgd dat een aantal van mijn voedseldieren op dit moment de juiste omgeving hebben. Dat houdt in dat ze een veilige plek hebben om te kunnen leven. En dat ze de juiste temperatuur en luchtvochtigheid hebben. Dus dat is super belangrijk. Daarnaast is voeding en vocht ook heel erg belangrijk wat betreft je voedseldieren. Voeding en vocht geef ik meestal met groentes of zo. Bij springhanen geef ik dat door middel van of bamboe. Maar dat kan ik hier nergens meer vinden. Dus gewoon gras geef ik meestal. Riet kan ook. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. De meelwormen heb ik even in grotere bakken gedaan. Want in die kleine bakjes daar, als ik die dan ga voeren, ja, dan komt er heel veel ontlasting in. En dat gaat heel snel stinken. Dat is echt heel vies. Dus doe ik het op deze manier. Iets grotere bakjes. En zo redden ze zich prima. De temperatuur trouwens voor meelwormen mag je variëren. Je kan ze zelfs in de koelkast bewaren. Dan zijn ze ook heel lang levend houden. Dus mijn kamer hier is 20 graden. Ik hou alles eigenlijk op kamertemperatuur. Het vriest nu buiten, maar hier is het dus lekker warm. Dus vandaar dat ik, dat ik me daar minder druk om hoef te maken. Luchtvochtigheid bij de meelwormen moet je laag proberen te houden. Want je wil niet zoveel sproeien, eigenlijk niet. Want dan wordt je hele bak heel snel vies. Ik heb deze bak alvast klaargezet voor de krekels. Het is geen schone bak, maar dat maakt voor de krekeltjes niet zo heel veel uit. Ik zei net al, volgens mij heb ik deze helemaal niet besteld. Dat klopt. Deze die zitten random bij mijn bestelling. Er zal vast iets mis zijn gegaan. Maar goed, ze zijn er nu toch, dus ik kan ze wel opvoeren. Dus krekels die doe ik in deze bak. Dan doe ik de andere krekels ook gewoon eventjes bij. En dan geef ik ze ook voer en vocht door middel van wat courgette. Dus dat gaan we eens even doen. De deksel gaat er weer op. En nu hebben ze schuilplekjes, ze hebben voedsel, en het is hier de juiste temperatuur. En op deze manier kan je dus je krekels goed in leven houden. Eigenlijk wil je zoveel mogelijk voedingsstoffen geven aan je voedseldieren, want uiteindelijk komen die voedingsstoffen weer terecht in je terrariumdieren. En nou heb ik hier een bakje met wasmotlarven. Dat zijn eigenlijk de enige voedseldieren die ik geen voeding kan geven. Want die voeding heb ik gewoon niet beschikbaar voor ze. Dus wasmotlarven, die wil je eigenlijk ook zo snel mogelijk opvoeren. Niet te lang laten liggen. Het kan wel. Er worden ze ook motjes. Ik geef ze ook wel eens aan de wimpergekko's van die wasmotten als ze uit zijn gekomen. Dat is een beetje verrijking, hè? Want dat vliegt. Dus kunnen ze achteraan springen. Maar hier kan je dus eigenlijk weinig aan doen. Ik plaats ze ook gewoon in dit bakje. Op kamertemperatuur, 20 graden hier zo. En dat gaat eigenlijk wel redelijk goed. Dan hebben we de dola's.
En de dola's, dat zijn larven van de rozenkevers. En ik heb ze, hier moet je kijken, dit zijn al mooi grote larven. Mooie dikke larven. En deze jongens die gaan zich straks verpoppen. En ik gebruik ze soms als voedseldier, maar nu wil ik ze gewoon als huisdier hebben. Want er komen hele leuke kevertjes uit. Kijken of er al eentje verpopt is. Volgens mij niet. Volgens mij zijn ze allemaal nog gewoon in larvenstadium. Nou, het zijn leuke diertjes. Kunnen wel een beetje bijten trouwens. Het enige wat ik daarbij bij doe is gewoon een klein stukje van dit. Ik denk dat ze binnenkort, omdat ze al vrij groot zijn, gaan verpoppen. Maar leg er gewoon wat voedsel in. En that's it. Blijf ook even in dit bakje. Ik denk dat ik er nog iets meer grond in ga doen. Maar dat doe ik straks wel eventjes. Want dan kunnen ze zich beter verpoppen. Want als ze gaan poppen, dan maken ze echt een bolletje van alle bodembedekking die ze hebben. Dus doe er iets meer grond bij. En dan zijn we klaar. Springstaartjes hebben we dan. Springstaartjes wil je iets geven wat gaat schimmelen. Ik denk dat het mooiste is als je een beetje bijvoorbeeld wat vissenvoer of zo, vlokkenvoer, heel vochtig maakt. Dat gaat wel redelijk snel schimmelen. Heb ik niet beschikbaar. Dus ook hier gewoon een klein beetje van dit erin. En gewoon wachten totdat het een keertje schimmelt. Springstaartjes trouwens, die voer ik niet op. Die kan je aan kikkers bijvoorbeeld heel goed geven. Hele kleine wezentjes. Maar die doe ik juist in mijn terraria als ik een terrarium ga opstarten. Dus ja, ik ga binnenkort het terrarium opstarten. Die video die komt nog. Die gaan jullie vanzelf zien. En dan doe ik er gewoon wat springstaartjes in. Want springstaartjes zijn dus schimmeleters. En die zorgen ervoor dat die bak gewoon een beetje schoon blijft. Zeker voor vochtige bakken is dat super handig om te doen. En dan gaan we nu naar de laatste. En daarvoor ga ik even naar buiten om wat gras te plukken. Dan ben ik zo weer terug. A few moments later. Ik denk dat ik allergisch voor gras ben of zo. Foei. Ik heb vanmorgen ook al allergische reactie gehad. Maar we gaan gewoon verder. Yes. Nee, ik ga toch even mijn neus snuiten. Een verkoudheid begint meestal geleidelijk. Met een loopneus of hoesten. Ik heb gras gevonden, want ja, dat heb ik hier gewoon voor de deur. Maar er lag een laagje sneeuw. Dus ja, ik heb niet zo heel veel gepakt. Het was koud aan de vingers. Maar ik doe er wat gras bij in. Ik zal het een beetje verdelen. Zo. En ja, eigenlijk is dit vrij goedkoop voedsel, hè? Je kan het gewoon van buiten plukken. Het is nu niet het meest ideale moment om gras te plukken. Maar goed. Het hele jaar door kan je natuurlijk wel wat vinden. Gras erin. En bij de andere ook eventjes. Dit zijn trouwens ideale bakjes. Ik bestel ze dus bij Happy Reptiles. En ja, daar worden ze gewoon in deze bakjes geleverd. En die gebruik ik dus ook weer voor andere voedseldieren. En ik heb zelfs een bitsprinkhaantje op dit moment in zo'n bakje zitten. Gewoon omdat het fijne bakjes zijn. Zo. Doen we alles erin. Nou, het blijft een beetje wat achter hier zo. Maakt niet uit. Dit is dus wat de sprinkhanen eten. En ik bedacht mij voor die dola's, voor die rozenkeverlarven, dat ik daar ook nog wel wat anders in kon doen. Namelijk zo'n fruitkuipje. Dit zijn fruitkuipjes die werden eerder ook wel eens aan terrariumdieren gevoerd. Nou, inmiddels weten we dat dit slecht is voor terrariumdieren, dus voer ze niet. Maar voor je voedseldieren is het dan wel weer een bron van suiker en vocht. Dus die doe ik hierbij in. En die doe ik ook even bij de krekels er nog bij in. Ik denk dat ze dat wel lekker vinden. Nou, ik heb jullie nu laten zien wat ik doe om mijn voedseldieren in leven te houden. En even samenvattend komt het erop neer dat ik ze een geschikt verblijf geef. Dat ik de juiste temperatuur en luchtvochtigheid aanbied. Dat ik ze voeding geef, en de juiste voeding. En ook gevarieerde voeding, zodat de voedingsstoffen in het voedseldier uiteindelijk worden doorgegeven aan het terrariumdier. Dus super belangrijk, dat noemen we dus gut loading. En dat je ze iets van vocht aanbiedt. En dat kan op verschillende manieren. Je kan ook gewoon een waterbakje neerzetten, hè. Alleen dan geef ik je als tip om bijvoorbeeld wat filtermateriaal erin te doen. Want ja, ze kunnen zichzelf natuurlijk makkelijk verdrinken, dit soort kleine insectjes. Maar dit is hoe ik het doe. Dit werkt voor mij. En doe jij nou andere dingen? Laat het mij weten in de comments. En ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. En nou, succes met het verzorgen van jouw eigen voedseldier. En tot de volgende video. Oh ja, vergeet ook niet te abonneren. Doeg!